In het recent gestarte seizoen van Urk is de turbulente periode van de scheiding tussen Greetje en Jan in de schijnwerpers gezet. Eind mei werd publiekelijk bekendgemaakt dat de bekende gezichten van Urk, Greetje en Jan, na een huwelijk van 13 jaar uit elkaar gingen. Deze beslissing heeft ongetwijfeld een aanzienlijke impact gehad op beide betrokkenen. De situatie wordt nog intenser wanneer je bedenkt dat deze persoonlijke uitdagingen zich afspelen op televisie. Gretje heeft in een interview met Show News gedeeld hoe confronterend zij het vindt om de breuk op televisie te zien. Ze deelde: "We hebben al enkele jaren ons leven met anderen gedeeld. Het was moeilijk om dit aspect ook te delen, maar dit is de realiteit. Het maakt deel uit van het leven en dat is nu eenmaal de aard van reality TV. Voor Gretje gaat het dieper dan enkel moeilijk om te zien. De realityster omschrijft het zelfs als emotioneel belastend en misschien wel enigszins vernederend. Ze voegt eraan toe. Maar ja, het is zoals het is. Liefde kun je nooit afdwingen. Jan en Greetje hebben ruim 13 jaar lang een huwelijk gehad en zijn de trotse ouders van twee dochters van 9 en 12 jaar oud. Gelukkig zijn er ook vele positieve momenten te beleven in het nieuwe seizoen van Urk. Vorig jaar was er enige bezorgdheid over de kast, aangezien zowel meneer Fred als Jacomien en Abkabab niet langer in het programma zouden verschijnen. Echter. Laatst genoemde kondigde eind maart aan dat hij toch te zien zou zijn in het nieuwe seizoen, zoals gemeld aan Story. En nu is het moment eindelijk daar, de lang verwachte hereniging tussen Ab Kebab en zijn vriend Teun Feun vindt plaats.